In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Berg. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Ja. Ja. U zult wel denken, dames en heren. Wat hoor ik toch op de achtergrond? Is dat niet het geklik van een hypermodern fototoestel? Fototoestel. En, wat zie ik nou voor lichtflitsen uit mijn radiotoestel komen? Nou, dat is natuurlijk... De flitser. De flitser. En dat, wij worden momenteel gefotografeerd, dat hoort u ook. Stoort u zich daar niet aan, dat is voor een groot overzichtsartikel in de tv. Weekend tv bijlage van de Eikelberg. Ja. Weet wel, de krant van Wakker Bergijk. Waar alle mensen die hun rijkdom niet willen delen met andere mensen. En die zich mateloos ergeren aan dingen waar een normaal mens in de rest van de wereld zich helemaal niet aan ergert. Omdat hij wel echte zorgen aan zijn hoofd heeft. Ja. Nou, die lezen allemaal die krant. Dus de rancuneuze Bergijkenaar. Precies, de rancuneuze Bergijkenaar, die leest die krant. En die wil graag weten hoe Radio Bergijk gemaakt wordt. Ja. En hoe wij er nou eigenlijk uitzien. Want mensen hebben daar allemaal een eigen voorstelling bij. Nou, we hebben nou maar eens besloten om dat te doorbreken. En ons tronie, dus in die, laten we zeggen dat blad dat in de oorlog puur gericht was op... Meeheulen. Meeheulen. Dan had je die enorme verradersrubriek. Dan kon je je buren aangeven. En, het was een veelgelezen rubriek in de oorlog. Kon je iedereen verlinken die je maar... Er werden ook heel vaak mensen valselijk verlinkt. Maar die werden toch opgepakt. Dus dat was leuk. Die gingen toch in de treinen hopsakee naar het oosten. Dankzij de Eikelberg. Nou, in die krant komt dus deze reportage te staan. Dus hou die krant in de gaten. Zorg dat u die weekendbijlage... te pakken krijgt en bewaart. En het is niet voor niks de meest gelezen krant van Bergijk. Nee. De fotograaf kruipt nu onder de presentatietafel. Door. Ontzettende uitslover. Altijd weer interessant doen, die jongens. Nee, want dan moest dan van die kant en van die kant. Nee, dat was dan een mooier plaatje als hij dan op zijn hurken tussen de tafel ging zitten. Nu gaat hij tegen het aquarium aan zitten waar Ted aan zit. Hebben we nog nieuws? Want voor u thuis is het natuurlijk... Spuug oninteressant. Dus we zoeken even in onze papieren, dames en heren. We gaan proberen, ondanks de hinderlijke aanwezigheid van een amateuristische klikker, gaan we proberen een gemeentebericht te doen. Gemeentebericht. Gemeentebericht. Auto Smolders. U weet wel, dat is de dealer van Nissan, Suzuki en Hyundai. Dat zijn die spleetogen auto's. Die is voor haar vestiging in Vesterhoven op zoek naar een jonge, enthousiaste magazijnmedewerker. En de functie bestaat uit lapswanzen in het magazijn met een blauwe overall aan waarop staat magazijnmedewerker. En of je dan alsjeblieft geen van 9 tot 5 mentaliteit wil hebben. Want dan zitten ze bij Hyundai helemaal niet op te wachten. 9 tot 5 mentaliteit. De werktijden zijn van 9 tot 5. En dat is dus Auto Smolders in Westerhoven. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt trouwens niet op prijs gesteld. Ja, dames en heren, we hebben weer een verrassing. Want hij is weer binnengekomen. De cassette van onze grote Tony van der Mortel. U kent hem allemaal. Van Bergijk terug. En zijn kraam op de markt. In tafelzuren en dergelijke. En natuurlijk vooraanstaand gemeenteraadslid. Hij heeft weer een column voor ons opgenomen. En ik zou zeggen... Hoewel ik vind dat hij wel weer eens wat... meer in de buitenwereld mag gaan roepen over hoe het gaat. Want... Ja, nou, maar laten we gaan luisteren wat hij te zeggen heeft. Hij heeft altijd goede dingen geroepen, maar de laatste tijd vind ik hem een beetje stil. Het lijkt wel of hij een beetje ingekapseld is in het gewone... Alsof hij een beetje alvast is gaan plakken aan het plus.
Ja, ja. Van de gemeenteraad. Wij hebben hem, hij is al gekozen met al onze stemmen, hè, die mede door Radio Bergijk. Ja. En ik vind dat hij een beetje gematigd is geworden. Nou, hij sluit erg veel compromissen, hoor, in de gemeenteraad. Laten we gewoon gaan luisteren. Het lijkt wel alsof hij zijn achterban een beetje aan het vergeten is. Maar we moeten niet vergeten... Nee, we moeten kritisch blijven. Jawel, maar we moeten ook niet vergeten hoeveel goed werk hij heeft gedaan. En dat hij toch altijd wel belangwekkende dingen te zeggen heeft. Dus luisteraars thuis. Nou goed, we gaan eens luisteren. Zet alles aan de kant. Gaat u rustig op de bank zitten of op een stoel. En luistert u naar de column van Tony F. van der Mortel. Tony van der Mortel, dat ben ik dus. Zou van de ratten bezeken en van God los zijn. De weg kwijt zijn en zijn verstand verloren hebben. Tot zover een aantal reacties van echte en onechte begijkenaren. Die laatste interesseren mij eigenlijk geen fluit, maar om van mijn eigen mensen te moeten horen dat ik zo ongeveer geschift ben geworden en eigenlijk meer een soort randebiel, terwijl ik toch niet te beroerd ben om mijn eigen dag en nacht in te spannen en het vuur onder mijn sloffen uit te lopen voor de gewone man. Ja, dat komt hard aan, mensen. En dat allemaal omdat ik gewoon zeg waar het op aankomt en geen blad voor de mond houd, ook als het om de hoge heren zakkenvullers gaat of andere kwesties die de gewone man dwars zitten, zoals het slachten van schapen langs de openbare weg, het hard rijden op scooters en het wegdieven van handtasjes op gigantische schaal. En het zeggen van ik niet begrijpen als men gewoon aan de marktkraam moet afrekenen. En altijd maar zitten zeiken over dat de weegschaal niet deugt als de knokloof toevallig 5 cent duurder is geworden, omdat ze op de veiling de kleine koopman weer eens het vel over de oren moesten trekken. En zo kunnen we uren doorgaan. En dat was ik dan wel van plan ook. Want als we in dit land niet meer mogen zeggen waar het op staat, lopen we tegen de feiten omhoog. Neem nou de seksboutique van Lingerie Anju. Wij en met ons vele gewone mensen willen die dicht. Of in ieder geval de etalage afgeplakt. Omdat Radio Bergijk daar zo nodig grapjes over moest maken in de vorige uitzending, werd ik bij Beeks behoorlijk in de zeik genomen. En is het in de raad uiteindelijk ook afgestemd. Bij mij op de voordeur stond met grote letters hoerenloper en naaineus gekalkt. Omdat ik vroeger in militaire dienst wel eens een druiper en een harde janker heb gehad, waar ik mijn eigen helemaal niet voor schaam op die leeftijd. Maar als men getrouwd is en in de raad zit als gekozene door het volk, moet men andere normen en waarden in beslag nemen. En zeker als men een fatsoenlijke handel drijft en zijn handjes laat wapperen. En dan hoeft men zich niet te laten beledigen. En dat was ik dan ook niet van plan. Ik snap dan ook niet dat de zogenaamde heren van Radio Bergijk mijn partij zijn gaan tegenwerken. Want te veel openbare seks, met alles erop en eraan, is voor niemand goed. En zeker niet voor jongeren van vreemde komaf. Die zullen denken dat het maar allemaal heel gewoon is om op straat met een kunstlul te lopen zwaaien en een ring aan de jonge heer te laten hangen, in plaats van door zijn neus, zoals thuis. En zo verloeder, dames en heren luisteraars, onze gemeente. Terwijl de volwassenen daar lachend bij staan te kijken. Of erger nog, voor die etalage zijn eigen openlijk staan af te sjorren. Zodat mevrouw van de Vijfwijken uit de Benardenstraat languit met haar rollator, die ze reed op kosten van de gemeente, over de spekgladde stoep vloog. En daar wordt dan bij Café Beeks om gelachen. Onder andere door de zogenaamde heren Sporenberg en Van Eersel, die achter de microfoon, als niemand ze ziet, altijd schande spreken over de moderniteit. Zo komt het oude Bergijk nooit terug, terwijl ze daar wel subsidie voor krijgen. Maar niet lang meer, als het zo doorgaat. Luisteraars, als u het met mij eens bent dat de genoemde seksboutique dicht moet en Radio Bergijk moet uitzenden voor de gewone man, in plaats van het bevorderen van openbare dronkenschap bij Café Beeks via opwekking en het daarna in het openbaar uitwonen van nette jonge vrouwen, gewoon aan de openbare weg, zodat ook buitenlanders hun gaan nadoen, schrijf of bel dan naar Tony F. van der Mortel. Het mag ook anoniem. Of de brief gewoon afgeven aan mijn kraam als u afrekent deze week met een mooie korting bij aankoop van weer een hele of halve meter natte, slappe Duitse zure worst. Luisteraars, tot volgende keer maar weer.
Ik ben helemaal perplex. Je bent wel een gigantische klootzak, hè, Toon Sporenberg? Wat? Je gaat toch niet iets wat je niet gehoord hebt zomaar uitzenden? Dat hebben we altijd gedaan. Dat hebben we al... Ja, maar hij heeft nog nooit zulke dingen gezegd. Nee, maar daarom zeg ik ook, ik sta perplex. Ik had er... Godverdomme geen idee. Je had toch eerst moeten luisteren? Nou ja. Ja, maar... Wat is er gebeurd? Dat je, er loopt nu muziek, hè? Wat? Ja. Loopt geen... Godverdomme, Tetje! Dus ze hadden gezegd, na die column meteen muziek, column muziek. Dus wij zitten nu in de uitzending. Dus de luisteraars hebben... Ik kan niet meer aan van Toon Sporenberg. Ik kan niet meer aan van Ted van Lieshout. Hey. Ik kan niet meer op aan van Tony van de Mortel. Bergijk glipt tussen mijn vingers weg. Ik word er wel zo verschrikkelijk. Ja, nu ben je te laat met je columnmuziek. Het leed is al geleden. Godverdomme. Dan hebben ze alles gehoord thuis. Dat wij perplex staan. Die toon van jou tegen mij beviel me trouwens niks net, hè? Sera, sera. Wat later de toekomst biedt, dat weten de mensen niet. Que sera, sera. Wat moet komen, komen. Wat moet komen, komen. Wat moet komen, komen. Que sera, sera. De open microfoon. Iedere bergeigenaar die wat kwijt wil. Voor iedere bergeigenaar die wat kwijt wil. Oh ja, mag ik het hier gewoon tegen gaan zeggen? Mag ik niet uitvoeren? Nou is het even mijn beurt, hè? Even wachten, jij. Ja, wat ik zou willen komen zeggen, ze zijn laatste week zijn langsgekomen met zo'n apparaat. Hebben ze komen tellen hoeveel vergens dat ik heb. En daar is dus wat godzakken, de godnagen, de godmond, die echt gewoon helemaal goed kwaad over ben geworden. Want dat is helemaal niet de bedoeling van die telling, dat ze gelijk overal en iedereen weet hoeveel vergens dat ik heb. En daar wel goed kwaad over ben geworden, ja. Zo. En nou witsen van de belasting, witsen ook al meteen hoeveel werkers ik heb. En dan ben ik weer meer gaan betalen, en dan kan ik helemaal niet betalen. Want die werkers, die prijzen die gaan ook allemaal omlaag en de misten zijn nog ziek ook. En dat is allemaal helemaal niet wat de bedoeling is. Dus dat wel maar heel snel een eind aan moet komen, want ik ben er godnakende godmonde jugo echt goed kwaad over. Nou, die heeft het tenminste eens een keer goed zijn hart gelucht. Ik zou willen dat ik dat ook eens een keertje kon in de uitzending. Hou jij toch ook helemaal je mond, man. Dat vervelende man. Je bent een nare man, jij. Een vervelende man. Oh ja, dan ben ik het weer. Ja, je bent altijd zo'n nare, zure man. Ik ben helemaal niet nare en zuur. Ik zie alles van de positieve kant. Ik probeer het hier al... Maar ik zou gewoon ook wel eens een keertje, net zoals die man net... Gewoon eens een keer de microfoon tot mijn beschikking willen hebben. En eens een keer alle taal eruit gooien die ik er al jarenlang uit wil gooien. Maar waarvoor ik me inhoud. Voor de luisteraars thuis om ze niet onnodig te kwetsen. Ach, man, want het heeft helemaal geen zin om luisteraars thuis onnodig te kwetsen. Maar ik zou het heel graag willen eens een keer. Ik zou heel graag eens een keer iedereen in de wijde optrek willen kwetsen. Ik ga nu bij Beeks iemand kwetsen. Ik ga kwetsen vandaag. Ik ga gewoon iedereen die ik tegenkom, ga kwetsen. En jou erbij, van Eersel. Tetje, kom je kwetsen. Nou ja, echt joh. Ik bedoel, Tetje, laat hem maar. Laat hem maar. God, hij komt me zo mijlenver de keel uit, die Toon Sporenberg. Godverdamme, ik heb het helemaal gehad. Ik heb ook helemaal geen zin in het weekend. Dus ik sluit ook niet af. Hoe moet dat? Van wie moet dat? Van de gemeente. En nou ja, bergeikenaren, bekijken maar dit weekend. Sterf allemaal maar. Dag!